Ja, goedemiddag. Fijne wedstrijd. RVVH Rijnsburgse Boys is een duel tussen twee ploegen die in een slechte fase zitten. Deze spelers van Rijnsburgse Boys hebben al 9 wedstrijden niet meer gewonnen. En met RVVH gaat het nog minder. Na een goede start pakten de Ridderkerkers in de laatste 5 duels slechts 1 punt. En een logisch gevolg is dat ze op de ranglijst gezakt zijn naar de 12e plaats. Een voordeel in de topklasse is wel dat alleen de nummer laat direct degradeert en de nummer 15 play-off wedstrijden moet spelen. Rijnsburgse Boys staat 9e en deze Riley Ignacio, voormalig speler van Dordrecht, en oud-Spartaan Jeffrey Vlug zijn daar de bekendste spelers. En zij zullen het RVVA van deze coach Giovanni Franke erg lastig gaan maken. Wiens dispensatie om in de topklasse te mogen coachen op 20 december afloopt, dan moet hij in overleg met de KNVB om te bekijken hoe nu verder. In februari hoopt Franke wel over het juiste papiertje te beschikken, dus dat lijkt wel goed te komen. Dan de wedstrijd. In het eerste half uur gebeurt er vrijwel niets. Maar dan is er deze Renzi Baradas. Met zijn 6e treffer van het seizoen alweer. En dan te bedenken dat hij er 3 duels uit is geweest door ziekte. Prima goal van Baradas, die ook in de belangstelling staat van andere topklasse clubs. RVVH houdt de voorsprong niet lang vast. Joost Leonard. De man die bijna zijn hele leven bij Noordwijk speelde, zorgt nu voor de 1-1. En het wordt nog erger voor RVVA. Robert Kooijman laat zich wegzetten door Ignacio. En die voorzet komt weer op het hoofd van Joost Leonard. En zo is de ruststand 2-1 voor de Uien. Vlak naar rust. De corner van Julian Agatoski gaat voor de korte variant met Baradas. En zijn voorzet wordt binnengekopt door Jordi van Dam. De goede voorzet is van Baradas. Daar gaan ook genoeg mensen naartoe. Maar Jordi van Dam links in beeld is de man die de 2-2 scoort. In de tweede helft is Rijnsburg wel de betere ploeg. Vooral met voorzetten van de zijkant zoeken ze die lange Leonard of de balvaste Ignacio. En RVA komt er niet meer uit. Weer de bal de pot in. De kopper van Ismael Selen, de Rotterdammer, zoekt Ignacio. En voor topklasse begrippen is dit een topspits. 3-2 voor Rijnsburgse Boys. Toch krijgt RVA ook nog kansen. Weer die Jordi van Dam. Met een schitterend schot van afstand. En dan zeggen ze dat dit een beter lot had verdiend. Toch gaat Rijnsburgse Boys deze wedstrijd winnen. Weer die Ignacio. Met een prima beweging op de rand van de 16 meter. Dan wordt hij nog gestopt. Maar via de kluts komt de bal weer voor de voeten van Ignacio. Met zijn 2e treffer zorgt hij voor de 4-2 eindstand. En zakt RVVA naar de 13e plaats op de ranglijst. Joost Leonard en Ignacio, dat zijn gerenommeerde spitsen. En dat geldt voor de Van der Meijdakken, Van Tol. Ja, ik kan de hele competitie wel opnoemen. Ja, die zijn gewoon wat verder in hun gochme, in hun spelinzicht. Nou goed, en onze spelers proberen daar alles aan te doen om dat niveau zo snel mogelijk bij te pakken. We hebben 2 spelers in de hele selectie van 22 die topklasse ervaring hebben. En dus dat betekent 20 niet. Ja, en dat verschil, dat zijn de details die hem net doorgeven.